Omdat ik me kapot geërgerd heb. Ja. Ze luisteren niet naar me. Nou is het de afgelopen week, zonder dat jullie moesten spelen, is het toch onrustig bij jullie geweest? Heb jij als aanvoerder nog een rol gehad in het onrust weghouden bij jullie als groep? Nou ja, je praat een beetje hier en daar met mensen en dat doe je altijd wel. En, maar binnen de club, ja, ik had het gevoel dat het al meeviel allemaal. Peter, van harte gefeliciteerd. 9 gespeeld, 27 punten. Ik heb altijd het gevoel als jullie winnen en foutloos blijven dat er toch weer iets aankleeft. Was dat in dit geval ook, dat er iets aankleeft in de zin van, waar we het net over hadden, dat het toch niet de uitvoering goed was, de tweede helft? Nee, de tweede helft was slecht. Kun je uitleggen waarom dat slecht is? Omdat ik me kapot geërgerd heb. Ik vond niks. Tempo laag, niet meer naar voren gespeeld, alles terug. Dus ik vond het niks. Hoe kijken jullie naar het gedrag van Noah Lang naar die goal? Ik zie jou bijvoorbeeld, bij Luc begin, zie ik hem ook weghalen bij het publiek. Iedereen kent Noah een beetje, maar het was zoals hij zegt, we zijn niet naar het publiek gericht. Dus. Niet naar het publiek gericht? Nee. Wat wel dan? Dat weet ik niet, moet je hem vragen. Maar je kan me voorstellen dat je ook wel weet dat het publiek daarop reageert. En daarom haalde ik hem ook weg. Niet een beetje onnodig? Ja, zoals ik zei, iedereen kent Noah. Hij kan heel veel ons brengen en doet soms dingen omdat uit zijn emotie. Maar dat viel allemaal ook wel mee. Er moet ook natuurlijk, het publiek gaat daarop reageren. En dat is ook soms een. Gebeurt ook in het voetbal. Snap ik. Peter, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vond Noah geweldig spelen. Hij was degene die bal op Guus gaf waar die rode kaart uit komt. Hij maakte een doelpunt. Ik vond hem weer dreigend. Als ik aan Noah Lang denk, denk ik niet aan wat jij benoemt, dan denk ik aan dit. Ja, maar het is dan toch misschien juist jammer dat je daar... Schema, dit is het. Okay. Noah Lang. Goed gedaan vandaag. Ik was heel tevreden over hem. Hoe kijk jij naar het middenrif van jullie? Want ja, dat is natuurlijk zorgelijk. Lijkt mij. Hè. Schouten, hoe is het daarmee? Kun je er iets over zeggen? Nee, weet ik niet. We horen iets van hamstringklachten. Ik weet het niet. Ik zal dat morgen wel horen, van, als die bekeken is. Maar ik weet het eerlijk gezegd. Nee. Maar goed, als hij wegvalt, heb je Boskagli in ieder geval nog. Is dat dan de vraag richting dinsdag, wie er als 6 kan spelen? Ja, als hij wegvalt is dat de vraag, wie gaat dan op 6 spelen? Dat is zeker de vraag. Heb je nog meer opties in je achterhoofd dan Boskagli? Vast wel. Jawel. Oh nee, ik kan er nu wel een stuk of 5, 6 opnoemen, denk ik. Echt? Tuurlijk. Okay. Moet ik het eens proberen? Ja, van mijn macht. Scheelt mij een hoop werk. Nee, maar Mauro heeft daar al gespeeld. Ja. Bij Utrecht heeft Rijn daar al gespeeld. Tigo heeft bij Jong al daar gespeeld. Ja, dan hebben we nog de vaste 3 middenvelders met Malik, Ismaël en Guus. Dus dan moeten we maar eens kijken. Genoeg te puzzelen de komende dagen. Ja. Tweede helft is dan veel minder dan de eerste helft. In hoeverre zie je zoiets aankomen in de rust? Of kan je zoiets zien aankomen? Nou, je weet dat het gevaar op de loer ligt. Je staat 2-0 voor tegen 10 man. Dus met de ervaring die je hebt. Ik heb natuurlijk al vaker tegen 10 man gespeeld. Weet je dat op de loer ligt. Dus. Maar dan zal je het ook benoemen in de rust waarschijnlijk. En toch gebeurt het. Wat denk je? Is het benoemd? Ik denk van wel. Maar hoe verklaar je dan dat dan toch zo misgaat? Ze luisteren niet naar me. Oké. Oké, nou dankjewel.